Het mooie van mijn vak is dat ik werk met levend materiaal, met emoties, met kleur, vooral met kleur, want dat houdt me op de been. En daar zit altijd iets positiefs in. Een arrangement op basis van een structuur gemaakt van Euphorbia espinosa, een product wat komt uit het Middellandse zeegebied. Daardoorheen gestoken de gerbera's, in dit geval drie soorten prachtige grote bloemige gerbera's. In drie kleuren, drie kleurtonen en één germini. Gerbera's, bloemen met een boodschap van blijdschap, dus vandaar de keuze. Een mooie grote aardewerk schaal. Materialen om de structuur bij elkaar te binden. Aluminiumdraad, raffia, touw, koord en weer gekleurde tie rips. We vullen de schaal met water. Dat doen we van tevoren. Zorg ervoor dat u maar een laagje water in de schaal giet. Zetten we dit aan de zijkant. We prepareren nu even de structuur. U kruist verschillende takken, verschillende richtingen op en u bevestigt ze met een tie-rip. Goed strak aantrekken in dit geval, want het materiaal heeft een houtachtige structuur, dus het kan strak aangetrokken worden. Tie-rips, hip en absoluut van deze tijd, verkrijgbaar heel eenvoudig bij een bouwmarkt. In verschillende maten en kleuren. Het arrangement zou kunnen gebruikt worden als abonnement voor een winkel of een kantoorpand. Echt een baliestuk. Iets wat makkelijk en snel gemaakt moet worden. Maar u kunt het ook als showstuk gebruiken in uw zaak natuurlijk. U plaatst de structuur simpelweg op de schaal. Dan hebben we vilt. Vilt is erg populair op het moment, wordt heel veel gebruikt in de bloemisterij. In vele kleuren en ook in vele diktes te verkrijgbaar. De vilt. Nou gaan we, legt u er gewoon bovenop, maar we creëren zeg maar cirkels met het product. En alles blijft er gewoon bovenop liggen. Wel, en ook dit kunt u weer vastmaken met het tie-ripje. Voilà. Sisaltouw, koord. En door de vele cirkels die we creëren met deze producten, krijg je een bepaalde beweging in het arrangement, waardoor het wat spannender wordt. Ook hier weer het uiteinde met één tie-ripje vastmaken. Zo. En als laatste aluminiumdraad in een paarse kleur. Even als een harmonica uit elkaar trekken. Vastzetten. En ervoor zorgen dat er geen knikken in het aluminiumdraad komt. Want dat onderbreekt natuurlijk de beweging en de vloeiende lijn. Dus met uw duimen uittrekken. En er overheen plaatsen. En nu ben ik klaar om de bloemen eraan toe te voegen. En om precies te weten hoe ver u de stelen af moet snijden, is het van belang dat u gewoon de hoogte van de schaal aanneemt en de tafel. En op die lengte de bloemsteel afsnijdt. Dat is altijd goed. Dan zorgt u ervoor dat de stelen tot onderin de schaal komen. En u begint meteen te mengen met de kleuren gerbera's. En u plaatst ze simpelweg gewoon op de structuur. En ook hier weer geldt, combineer geel met roze, met paars, met oranje, met rood. Want gerbera's zijn er gewoon in echt alle kleuren. Met een donker hart, een groen hart. Er zijn zelfs groene gerbera's, dus u kunt alle kanten op. En als laatste de germinis in rood. Ook gewoon lekker nonchalant tussen de grote gerbera's.
Dan heb je het ook een beetje contrast in bloemvorm, of in bloemmaat natuurlijk, hè.